De kern van het beleid is dat de planten en dieren dat het steeds minder worden. Dat zien we in onze omgeving gebeuren, steeds minder insecten. En met dit beleid proberen we dat in ieder geval op dit niveau te gaan behouden. En voor 2030 willen we dat ook gaan versterken, dus dat er meer biodiversiteit komt. Daar ligt het voorstel voor in de Raad. Daar willen allerlei acties voor in gaan zetten. Maar daar hebben we ook zeg maar, de terreinbeheers bij nodig. Want als gemeente hebben we niet alle grond natuurlijk in bezit. Daar hebben we ook de agrariërs voor nodig. Maar daar hebben we ook de burgers voor nodig om dat te gaan versterken. En dat betekent minder verstening, meer groen. Zodat er een betere en een grotere leefomgeving voor flora en fauna gaat ontstaan. Wij kijken als ZZO positief tegen het biodiversiteitsplan wat er nu voor ligt. Paar punten en commas. We hebben zelf als ZZO afdeling de Meierij in goed overleg met het ambtelijk apparaat goede discussie gehad over wat er wel en niet in mocht. Biodiversiteit is ook voor de agrarische sector ontzettend belangrijk. Onze bodem is ons belangrijkste bezit. Wij zijn als agrarisch de hele dag bezig om de gezondheid van de bodem te verbeteren. Wij zijn de hele dag bezig met de bodem. Wij proberen met de juiste voedingsstoffen de bodem te verbeteren. En waar tekorten ontstaan via bodemanalyses proberen we die aan te vullen, zodat het bodemleven en het organisch stofgehalte in de bodem dusdanig hoog blijft, waardoor onze planten en bloemetjes en bijtjes uitstekend kunnen groeien en wij goede gewassen kunnen telen om vervolgens die gewassen weer te kunnen oogsten voor de consument. Het gaat niet goed met de natuur, dat staat in de nota van de gemeente. De gemeente die wil daarin graag samenwerken met burgers, met organisaties. Ik ben voorzitter van Roos Landschap en we hebben gezegd van nou, wij moeten er iets aan doen en wij gaan in het Everse bijna 2 hectare grond kopen. Daar gaan wij een biodiversiteitsproject van maken om aan inwoners van Stoelrode te laten zien hoe dat ze in hun eigen tuin en omgeving kunnen bijdragen aan die biodiversiteit. Het beleid dat nu voor ligt is een mooi stuk. Wat we wel jammer vinden is dat er eigenlijk alleen dat er staat van nou, we gaan uit van behoud en eventueel verbetering. Graag zouden we natuurlijk vooral verbetering zien. Want biodiversiteit is wel echt de komende crisis die eraan zit te komen. Daarom hebben we ook een amendement ingediend. In dat amendement hebben we eigenlijk gezegd dat op de pachtgronden van de gemeente, dat we daar alleen biologische landbouw toestaan. Zodat we ook als gemeente daadwerkelijk zelf bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit. Daar kijken wij heel positief tegenaan. Nog sterker zelfs als CDA dragen we het een warm hart toe. We hebben het in het coalitieprogramma, coalitieakkoord hebben we het opgenomen. Biodiversiteit behouden wat we hebben en waar mogelijk versterken. En daar staan we als CDA volledig achter. Wij hopen dan ook dat het college in het college werkprogramma daar ook zeker aandacht aan schenkt. Alleen één ding staat voorop. Veiligheid moeten we ten alle tijde waarborgen. En dan mag er best op een aantal punten een keer extra op een kruispunt gemaaid worden om die veiligheid in ieder geval te waarborgen. Dan gaan we over tot de stemming over het voorstel. Dank u wel, dames en heren. Daarmee is dit voorstel aangenomen.